Meer dan 400 woningen worden opgezet binnen het Affordable Housing Project, AHP. Dit vertelde president Chandrika Prasad Santokhi vandaag tijdens een regeringspersconferentie. De eerste burger meent dat er meer dan 800 aanvragen lopen van mensen die willen bouwen. En in 4 jaar tijd was er 0 huizen gebouwd. We hebben toen het bezoek gehad van de president van de Islamic Bank. En daar zijn een nieuwe afspraken gemaakt. Daarvoor hebben we dan een nieuw team, AHP, ingesteld. En vanaf dat moment, dat is ongeveer 6-7 maanden geleden, zijn we gestart met het AHP-programma. En op dit moment zijn er meer dan 800 aanvragen die lopen en meer dan 400 gevallen. Daar zijn de personen aan het bouwen, aan het renoveren, aan woning aan het aanpassen. AHP is niet alleen voor bouw, AHP is ook voor renovatie. De president geeft verder aan dat het bijzonder is dat mensen met een beperking ook ondersteuning hebben gehad van de overheid binnen het AHP-project. Hij stelt dat de regering doorgaat met mooie projecten als deze. We gaan door, er komt nog ook een optopping op de funding van AHP, zodat we meer burgers kunnen helpen in stad en district. Het tweede programma dat uitgevoerd wordt is een 7% hypotheek op de landelijke woningbouw. 7% die door alle banken gegeven wordt. We hebben gezien namelijk dat er onderperformance is. Op een of andere wijze is niet een ieder nu in staat om te bouwen. Misschien wel met volgend jaar bouwen. Misschien wel over 2 jaar bouwen. Dus we zien van zo'n bedrag dat gereserveerd is voor 7%. Dit gebruikt wordt nu. Dus ik heb met de governor en de banken afgesproken of dat restant bedrag wat nu niet gebruikt wordt voor die 7% voor woningbouw, of dat niet gebruikt kan worden voor de agrarische sector. Of dat niet gebruikt kan worden voor kleine en middelgrote ondernemingen. Dat zij ook kunnen putten uit dit budget voor 7%. Dan hebben ze ook goedkoop kapitaal. Santokhi zegt dat er ook tegen een 7% lening goedkoop kapitaal beschikbaar gesteld kan worden door de banken voor deze sectoren. Hij stelt dat dit ondernemers in staat moet stellen om investeringen te kunnen plegen voor hogere productie.